about is a pair of tights. Or you can use something else, as long as it's elastic and it gives a little bit of resistance. Dus kijk even thuis wat je in de kast hebt liggen. Ik kies nu voor een maillot, dat vind ik fijner. Maar je kan ook een panty pakken, dat is iets minder zwaar. Maar ik denk dat je het juist wel zwaar wil maken. Want normaal gesproken in de les gebruiken we de Dynamit. If you happen to have some, one of these at home, a Dynamit or an elastic band, then you can use this. That works a bit better. So Maria and Malouk will use the Dynamit and I will use the pair of tights. Okay, we start with the warm-up. We do that without the supplies. And then the rest of the class we do exercises with the tights or the Dynamit. Okay, let's go. Kom maar bij het staan, rol je schouders naar achteren. Nog eentje. En stel touch. Probeer hier helemaal te buigen.
two-step. Dan doen we rechts op two-step press. En terug, kom maar. Eerst, nou, ik weet dat voor veel mensen dit wel lastig is. En dat is prima, je houdt hem gewoon hierbij. Lukt het om iets meer te doen? Great, fine, achterin. Af naar de voeten. Dus denk je nu, oh my god, wat is going on? Blijf gewoon in die two-step. Heel goed. Dan mag je je hand op je schouder houden. En lang. Come on, push up. If this hurts in your shoulders, then push to the front. Mag ook, hè? Mag jezelf op je buik krijgen. En, vier. Drie, we doen vier passen naar voren en rechts. Tik de vloer terug. Tik de vloer, tik. Tik. Eens. Die gaan we hier toch opbouwen. Jullie gaan we op. Doe de vinger op. En tik de weg. In je Thank you.
Okay. En in die lunch gaat ook de achterste knie echt naar de grond.
Jezus.